Kijk, ondertussen zijn we aan het tellen. Terwijl we aan het babbelen zijn, zitten we ondertussen aan 872 auto's. Hallo, ik ben Marian. Wij wonen sinds meer dan 20 jaar hier in Herzelen. We hebben meegedaan voor de telraamtelling, omdat wij ongerust waren voor het aantal auto's en vrachtwagens in onze straat. Onze kinderen zitten zelf hier om de hoek op school en het is al heel moeilijk om veilig te kunnen oversteken. Telraam is a traffic counter. You just place it right behind the window on the first or second level in front of the street at your house. Everybody can install it. It's made to count traffic. Pedestrians, cyclists, heavy transport and cars. Why did we create Telraam? It's the same reason for all the different agencies dealing with mobility. We need data, and this is very expensive. If you have to buy it for a study, for example, for a project, it's several thousand of euros just maybe to have one counting point. And that's why it made us thinking, maybe we could create a counter, a little box by yourself. We started with this idea. It got a lot of attention, also media attention. And immediately, quite a lot of public authorities, cities, villages, they said, oh, this is really something what we would like to install as well, because with this small box, we have the opportunity to install it in 20, 30, 40 locations in our village. And so we get much more data to analyze, to work on, and so on. Wij hebben eigenlijk met dat telraam gewerkt in verband met het experimenten dat doorgaan met het COMPARE-project. Het bestaat eigenlijk over verkeersgerelateerd. De metingen gebeuren met de verkeerstellingen, bepaalde sensoren die geplaatst worden door de gemeente, door de burgers en de scholen. En tegelijkertijd worden ook de luchtkwaliteitsmetingen uitgevoerd. Eigenlijk door die metingen kunnen we zien dat in de schoolstad zelf een 175 wagens minder werden gedetecteerd. En daarbij 100 bijkomende fietsen en voetgangers werden gedetecteerd. In de andere straten ongeveer een 30 fietsers en een 15-tal voetgangers meer. Maar dat is eigenlijk de bedoeling om dus de burger toch wel te laten overgaan tot een gedragswijziging. En dat zien we wel, dat wel gebeurt door het invoegen van die schoolstraat. We wouden kijken naar het implementeren van de schoolstraat. Of dat nog meer verkeer ging geven. Wij waren verrast initieel al door het aantal voertuigen hier sowieso doorrijden. Wij hebben dagen van 3000 passanten per dag in een gewone kleine gemeente. En dit is geen grote straat. Normaal is de maximumsnelheid hier 50 per uur. Maar wij merken dat heel veel mensen toch tussen 60 en 70 per uur hier voorbij rijden, wat echt wel veel is, met pieken van 90 km per uur buiten de spitsuren. Why are citizens so important? Well, it's really the key element in our projects, because in almost 90-95% of our projects we install the devices with citizens, in citizens their house. Almost 60-65% of our project, the traffic counter, is paid by the local authority. But we also have individuals and they are interested to get to know how many traffic is passing by in their own street, so they pay the traffic counter by themselves. And maybe that's the first start to get into interaction, into dialogue with the local municipality and say, this is far too much, please do something with this amount of traffic and let's start the dialogue. It's all based on data. Data is really the first step.